Bent u hier voor de wielerronde gekomen? Nee. Voor de gezelligheid, wat er omheen loopt allemaal. Vind ik wel leuk. Ja, en dat er een wielerwedstrijd is, vindt ja, u dat? Dat is ook wel, maar niet dat ik... Het trekt natuurlijk wel extra mensen, dat is ook wel leuk. Dat is waar. Maar het is niet zo druk als vroeger hoor. Vroeger was het veel drukker, man. Het is nog vroeg, hè? Er komen nog meer wedstrijden, dus misschien dat er wat meer volk komt. Nou, ik hoop het. Aan het weer ligt het niet? Nee. Tweede plaats, zat die eerste er niet in? Nee. Ik hoopte in de sprint, tenminste in de laatste bocht, er nog overheen te kunnen komen. Maar degene die won, die was vandaag wel echt sterker. Was het een zware wedstrijd vandaag? Ja, bij Vlagen. Een aantal keer viel het ook wel stil. Dus toen merkte ik echt wel dat niet iemand echt vol door wilde trekken, zeg maar. Er waren een aantal keer dat het wel ook hard reed, maar het wisselde elkaar een beetje af. Wel leuk om voor eigen publiek te rijden. Ja, dat zeker. Ja, dat is altijd leuk. Je ziet toch wel een hoop bekenden langs de kant staan. En dat brengt toch extra dimensie erbij. Heb je de ronde gemist tijdens de corona? Ja, wel. Ja. Vorig jaar hebben we dan wel een aantal koersen nog gereden. Maar ja, daarvoor hebben we eigenlijk zo 2 jaar niks gereden natuurlijk. En nu het dan allemaal weer mag en dat er echt wel weer goed gereden wordt. En een hoop mensen langs de kant, dat geeft wel extra sfeer eraan. Ja, zeker thuiswedstrijd, dat doe je toch altijd wel goed. En dan kan je toch altijd net even wat extra's. Binnenkort nog wedstrijden in de buurt? Ik heb over een aantal weken Heerengewaard. En dan krijgen we Zandpoort nog en Heemskerk ook nog. In Heemskerk willen we je dan een plekje eerder zien, kan dat? Ja, daar gaan we wel voor natuurlijk. Dat zou hartstikke mooi wezen, maar we gaan ons best doen natuurlijk. Oké, alvast succes daarvoor. Ja. We staan hier bij Yvette de Koning, ronde van Beverwijk. Ja, geweldige wedstrijd gezien, hè? Zeker, het was spannend, harde koers. Veel ook die eruit moesten, dus uiteindelijk echt zo'n selectieve wedstrijd. Ja. Wat heb jij zelf met wielrennen? Ik fiets inmiddels al best ook een tijdje, fiets ook zelf wedstrijden. Rij ook bij de club BRC Kennemerland en die organiseert deze wedstrijd. Dus vandaar dat ik hier rondemis mag zijn vandaag. Hoe vind je dat nu hier in Beverwijk de rondemis te wezen? Heel leuk. Het is heel gezellig. Omdat je natuurlijk ook in de wielersport zit, ken je veel mensen. Dus vandaag lekker kletsen, een beetje mooi wezen. Dat gaat goed. Ja. Ja, precies. Is dit de eerste keer dat je dat doet? Nee, de derde keer alweer. Dus... Nou, er komt er toch een mooie wedstrijd aan straks. Dus succes daarmee. Dank u wel. Jullie zitten wel eerste rang hier bij de wielerronde, hè? Ja, dit is perfect. Dit deden we ieder jaar. Maar ja, voor die of in de coronatijd is het niks geworden, nee. Hebben jullie het gemist? Ja en nee. Je hebt in ieder geval wel lekker weer erbij. Ja, heerlijk dit. Ja, droog, goed weer, weinig wind, prima. En hoe bepaalde favorieten ertussen zitten? Nummer 9. En waarom nummer 9? Nou ja, jonge wielrenner. Dus die moeten we gewoon aan. Ja, dat willen we even zien. Op jongens. Stop. Vast erop. Hij zit er niet bij. Is hij eruit? Is hij eraf? Oei. Ja. Nou, dat is een beetje jammer. Ja, dat is zeker jammer. Ja. Maar en nou? Nummer 10.
Oh, je laat niet gelijk je dag verpesten? Nee, zeker niet. Je hebt gelijk. Hey, succes. Bedankt. Dankjewel. Toon Scholten, Tegeltiek, BSC Kennemerland. Ja. Die combinatie, dat zit vastgeroest, hè? Ja, dat is vastgeroest, ja. Want ja, in mijn jeugd heb ik er gefietst. Dus ja, en dan op een einde dan krijg je ook weer kinderen, weet je, met getrouwd, kindjes. En dan twee jongens. Nou ja, wat sporten. Ja, wat doe je doen? Nou, niet voetballen. Sport met karakter, en dat is wielrennen. Dus dat gaan we doen. Dus... Hoe is de sponsoring ontstaan met Kennemerland? Hoe is dat begonnen? Nou ja, toen mijn jongens dus begonnen te fietsen, toen hadden ze een nieuwe sponsor nodig. Dirk Slecht, die was de laatste sponsor voor mij. Nou, die stopte ermee. En nou ja, kijk, alleen werken en ik doe ook een beetje sociaal werk. En dat is, ik denk, nou, de wielersport ga ik doen. Ik had ook wel de keer uit in het geest, maar de wielersport er ook bij. Dan zijn we goed bezig. Ik denk dat je een hele naamsbekendheid hebt door deze sponsoring. Ja, door de sponsoring en ook door het werk wat we doen. We maken kwalitatief goed werk. En we doen eigenlijk de hele badkamers compleet maken. En als er wat is, dan moeten ze alleen maar bij ons bellen. Maar geniet je ook een beetje van de wedstrijd vandaag? Nou ja, dat is jammer genoeg een wat mindere opkomst. Maar dat kwam omdat het warme huizen er ook is. En voor de rest ben ik heel blij, want het is mooi weer. Het zag er gisteren veel slechter uit. Ik denk, nou, als we dat ook nog hebben, dan... Maar het is leuk en gezellig. Er komen toch behoorlijk veel mensen nog. De hele dag door is er een goed publiek. Ja. Ja. Even over het sponsoren nog. Dat gaat voorlopig nog wel even door. Ja, ik denk dat we nog wel even doorgaan. Ja. Ik denk dat jullie daar heel blij mee zijn, Jack. Ja, zeker. Ja, dat is, zulke sponsors gooi je niet veel meer tegen natuurlijk. Die zo lang trouw blijven aan de wielersport bij ons in dit geval. En ja, het is, wij zijn natuurlijk altijd heel blij, maar ik kan altijd een beroep op Ton doen. De rest van de dag verloopt ook prima, begrijp ik, hè? Ja, het is alles wat van ja tegenkomt zit, heeft wel een beetje tegengezeten met allerlei dingen. Maar uiteindelijk is het resultaat, mag het toch wel zijn, vind ik zelf. Het rennersveld had wat meer gekund, maar ook dat heeft gewoon oorzaken. Doordat we gewoon wat later op de kalender zijn gekomen, omdat wij terug moesten in datum van augustus en juni toe. Dus ja, dan is het overal passen en meten. En het aantal door corona is het aantal beschikbare renners is toch behoorlijk minder geworden. En er waren een hoop deelnemers uit de regio, zag ik. Ja, heel veel jongens uit de omgeving. En ja, kijk. Dit weekend had je ook kampioenschappen van Nederland waren er nog. Dus ja, de echte grote toppers zitten dat weekend daar en die gaan niet meer de volgende dag zo gauw een criterium rijden. Dus ja, daardoor is ook de markt even wat dunner. En hopen dat er volgend jaar een twee keer zo groot rennersveld aan de start staat. Hoi, 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 hoi. Ik zei je op de jurywagen. We staan hier bij de winnaar van de 41ste ronde van Beverwijk. Dat was toch even een knappe jump, hè, die je eruit gooide. Ja, klopt. Ik dacht, ik vertrouw niet helemaal op mijn sprint. Dus ik dacht, ik kies ervoor om gewoon één ronde voor het eind alles te geven. Even op het juiste moment kiezen. En medevluchten die ging, die had al een aantal keer gedemareerd. Maar toen was het al een beetje een twijfel van, zou ik er gewoon overheen springen of niet. Maar toen kwam het juiste moment en de juiste snelheid kon ik er meteen met de klap erover. En met volle overtuiging. En meteen zag ik wel dat ik een gat had. Dus het was gewoon vol doorhalen tot de finish en kijken of ik het haalde. Maar het was genoeg. Ja, het was best wel een flinke koers, had ik het idee. Ja, zeker, zeker. Dit is altijd wel een zware wedstrijd. Omdat je gewoon die laatste twee bochten, dan sta je eigenlijk qua snelheid bijna stil. En dan moet je weer volledig optrekken. Dus dat haakt er gewoon in. En vooral na een keer of 60. Dat is wel pittig. Je zag het wel een beetje aankomen, het verloop van de wedstrijd. Ja, ik heb hem natuurlijk al vaak gereden. En normaal is het zo,
ja, dat je binnen 10 ronden heb je, ja, zitten, ja, is de kopgroep vaak wel gevlogen. Maar dit keer was het peloton wat kleiner, het startveld, dus ja, het duurde wat langer. Had je gelijk door dat de kopgroep werd waar je toe reed? Ja. Dat was meteen de jongens die wel echt aardig tempo erin hadden. En de samenwerking was meteen goed en communicatie ook. En dat is ook belangrijk, dus het vertrouwen zat er toen ook wel goed in. Ja, heel mooi afgemaakt. Ja, zeker. Altijd leuk. Ja.